Edwin? Ja? Maar ik ga even zitten, dat vind ik leuk. Ja. Maar ik ga een gok doen, een poging wagen. Ja. Ik heb werkelijk geen idee. Dit lijkt een soort... Ik weet het niet, joh. Ja. Je ziet als van die mensen die hebben van zo'n mutsje met van die oren. Of, ik heb echt geen idee. Wat is dit? Ja, deze pin hoort er eigenlijk niet bij. Oké. Okay. Dus je moet het wegdenken. Ja. Dit is een poot, en dit is een poot, en dit is een ruggenwervel. En dit is een, okay. Dit is dus een dier. Ja. En het is een robot jachtluipaard. Een jachtluipaard? Ja. Ja. Oké, okay. Ja, ja. Dat had ik er niet zo 1, 2, 3 uitgehaald. Nee, het ziet er natuurlijk niet uit als een jachtluipaard. Nee. Maar dit is gemaakt door de Universiteit Twente. Ja. Door een wetenschapper daar. Een soort robot is het niet, maar... Ja. Geert Volkertsma heet hij. Ja. En ik kan er even een luipaard bij pakken. Dan kan ik uitleggen van wat de verschillende onderdelen zijn. Doe eens. Ja. Ja. Dan ga ik even plaatsmaken. Ja. Ja. Nee, dus geen jachtluipaard, dit is gewoon een gewoon luipaard. Ja, een welp. Maar dat doet het niet toe. Ja, een jong. Ja, ja, ja. Nou, wat je hier ziet, dit is de ruggenwervel. Ja. En dit zijn dan één poot. Ja, want het ging om... Ja, dus eigenlijk voorpoot, achterpoot, zeg even. Ja, ja, ja. Het ging om het principe van dat je... De jachtluipaard is het snelste dier op aarde. Of snelste landdier op aarde. Ja. Dus de vogels zijn de vogels die sneller zijn. Boevogels. Snelste, hè. En dat komt doordat hij zich heel efficiënt kan voortbewegen. Hè, dat was bekend. Hoe komt dat? Die ruggengraat die inderdaad buigt en weer... Precies. Nou ja, precies. En die wetenschapper, die Geert Volkertsma, die heeft onderzocht van hoe komt dat nou? Hè, dus die heeft bewegingen van een jachtluipaard gefilmd. Hè, er zijn ook filmpjes op YouTube die hij gepost heeft. Dat een stuk vlees wordt voortgetrokken en die jachtluipaard die rent erachteraan. Ja. Wordt heel nauwkeurig gekeken van... Hoe bewegen nou die poten en hoe beweegt nou die ruggenwervel? Ja. En hij kwam er eigenlijk achter dat die ruggenwervel, die zet zich eigenlijk helemaal zo uit. Zo wordt een soort spanning opgebouwd en die poten gaan naar voren en naar achter. En als een soort elastiek wordt die opgerekt. Ja. En die spanning die wordt dan losgelaten en die gaat dan pats, komt hij zo vrij. Ja. En daardoor kan dat dier zo'n grote snelheid maken. Ja. En zo efficiënt lopen eigenlijk. Ja. Enorm explosief. Ja, enorm explosief. Ja. Dus hij heeft eigenlijk een soort model gemaakt van de ruggenwerpel, het hele loopmechanisme van zo'n jachtluipaard. Precies. En dat heeft hij, nou ja, dat is uitgebreid, dit is in beweging geweest en daar zijn metingen op verricht. Ja, je moet je voorstellen, hier in het midden zat een pin deze kant op en die zat weer vast aan de vloer. Dus dan heb je een hele lange pin en die dreef eigenlijk dit aan en dan kon hij zo rondjes rennen om dat middenpunt heen. Ja. Hoe hard rende die ding? Weten we dat? Ja, 1 km per uur. Okay. Ja, dat valt dan tegen. Want een jachtluipaard kan 120 km per uur halen. Ja, dat is gigantisch hard. Ja. Ja, ja, ja. Maar het principe is wel gelukt. Hij heeft eigenlijk een model gemaakt wat maar een fractie zwaarder is dan een jachtluipaard. Hè, met die moderne, het is allemaal 3D geprint. Ja. Wat een fractie zwaarder is dan een jachtluipaard en die ook... ongeveer dezelfde energie bewaren. Het ging hem om het principe, hè? Snap ik. En dat werkt. Daar is hij uitgekomen. En jullie hebben dit... Nou ja, nadat de metingen op de ding zijn verricht... hebben jullie het in bezit gekregen? Ja, hebben wij het gekregen. Ja, en wij vinden het heel erg leuk omdat wij... wat wij hier proberen te vertellen in het museum... is ook soms hoe je kan leren van de natuur. Ja. He, dus we hebben wel eens eerder een onderwerp over vlinders gehad. Ja. En hebben ze die vlindervleugels, hebben ze de vlindervleugels bestudeerd. En daar kun je dan zonnepaneelachtige dingen van maken of stof. Ja. De sponsen vrij recentelijk, hè, met de glasvezels. Met glasvezel. Ja. Nou, dit is eigenlijk weer zo'n voorbeeld van het meest efficiënte, snelle dier ter wereld. Ja. Bestudeer je, die maakt een robot. En wie weet komt straks de techniek ergens terug in een robot. Ja. Interessant, joh. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan.